Vandaag zijn wij hier bijeen op de stoep van het OIVO Techniek Museum in Hengelo. We zitten hier en we zijn in rouw. En dat doen we niet omdat het onze hobby is. Dat doen we niet omdat we ons vervelen. En dat doen we ook niet omdat we beroepsactivisten zijn. We zijn hier bijeen als gewone burgers die actief zijn voor Extinction Rebellion. Burgers die zich heel diepe zorgen maken. Burgers die rouwen om de wereld. Die rouwen om een toekomst die ons en vooral de jongste generaties onder ons ontstolen dreigt te worden. En we rouwen om al degenen die hun leven gaven omdat zij voor hun geliefden een leefbare toekomst wilden veiligstellen. Mensen die vanwege hun stellingname, hun actie, hun liefde voor het leven zijn vermoord. Soms op klaarlichte dag in het openbaar, zomaar midden op straat of na in een hinderlaag te zijn gelokt. En vaak in het verborgene, in de bossen en andere natuurgebieden die zij proberen te beschermen. In de cellen en op de binnenplaatsen van gevangenissen, op afgelegen anonieme executieterreinen. Afgelopen jaar stierven zo wereldwijd 212 natuur- en milieubeschermers. Maar wat in het hier en nu gebeurt, is geen nieuwigheid. Vandaag gedenken we het feit dat de Nigeriaanse staat precies 25 jaar geleden een einde maakte aan het leven van 9 van haar staatsburgers. Zij waren leden van het Ogoni-volk in het zuiden van het land. Deze 9 mannen werden aan de galg ter dood gebracht. Het doel was het verzet te breken dat het Ogoni-volk toen al in tientallen jaren pleegde. Verzet tegen de verwoesting van hun leefomgeving, verwoesting van hun gezondheid en verwoesting van hun toekomst. Want sinds de jaren 50 van de vorige eeuw was Shell bezig om hun land te boren naar olie en gas. De rijkdom die dat beloofde op te leveren ging aan de neus van Ogoni voorbij. Die rijkdom belandde in de vorm van winst in de zakken van de multinational en als smeergeld op de bankrekeningen van de Nigeriaanse machthebbers. Met de moed der wanhoop protesteerde de Ogoni tegen zoveel onrecht. Amnesty International en zelfs de Verenigde Naties tekenden protest aan. Maar het mocht niet baten. De economie en cultuur van groeien en graaien had het land in zijn greep. Achter de schermen trok en trekt nog steeds Shell aan de touwtjes. Want het was Shell die de Nigeriaanse regering vroeg om in te grijpen. Want het Ogoni-verzet bracht de productie en de winstmarges in gevaar. Dat verzet moest worden verbroken met grof geweld. En dus brandde het leger dorpen plat en werden duizenden Ogoni vermoord en verjaagd. En als ultieme poging om de macht te tonen, om te tonen wie de macht in handen had, pakte de regering onder valse voorwendsel 9 mannen op, waarvan men vermoedde dat zij de leiders van het verzet waren. Ze werden veroordeeld en vermoord. En dat was op 10 november 1995. Maar aan die galg stierf het verzet niet. Vandaag de dag lopen nog steeds rechtszaken, slepen die zich voort, waarmee de Ogoni de oliegigant ter verantwoording willen roepen. En Shell vertraagt en traineert dat proces voortdurend, om vooral maar niets te hoeven doen aan de schade die ze toebrengt aan de Ogoni en hun land, lucht en water. Er groeit een nieuw besef in onze samenleving. Het besef dat de olie die Shell oppompt bijdraagt aan onze economische welvaart, aan onze rijkdom, maar daarmee ook aan onze veel te grote ecologische voetafdruk. En daarmee groeit ook het besef dat de olie van onder andere Shell de wereld in een klimaatcrisis heeft gestort. En Shell wist dit. Al sinds de jaren 80 wist Shell dit. En Shell blijft pompen. Dat maakt Shell tot een dader die moet worden gestopt in zijn destructieve gedrag. Het maakt Shell zeer zeker niet tot slachtoffer van die nare Ogoni die maar blijven weigeren zich te schikken in hun lot. Het lijden van Ogoni is daarmee ook ons lijden. Hun verzet is ons verzet. En daarom zijn wij hier bij het OIVO Techniek Museum. Wij maken deel uit van een estafette van protest die vandaag door heel Nederland gaat. Op 9 plekken. Niet voor niets 9 plekken. En ze zijn alle 9 verbonden met Shell. Hier in Hengelo gaat het om sponsorgeld voor een museum. Shell toont zijn allervriendelijkste gezicht naar al die basisscholieren die hier komen kijken. En prent iedereen in, wij zijn een sympathiek bedrijf.
We doen ons best. Het valt wel mee. Nee, het valt niet mee. Dit soort giftige relaties tussen educatie, cultuur en greenwashing is niet meer van deze tijd. De tijd van wegkijken is namelijk voorbij. Op elk van de 9 locaties in Nederland eren we vandaag de nagedachtenis van één van de Ogoni 9. Hier in Hengelo is dat Daniel Kebokkel. Hij was een elektricien en boer. Tot het laatst toe zei hij tegen wie het maar horen wilde dat hij niet betrokken was bij de leiding van het Ogoni-verzet. Dat hij onschuldig ter dood werd veroordeeld. Maar dat mocht niet baten. Op 10 november deelde hij zijn wrede lot met de 8 andere landgenoten. En met Daniel Kebokkel bedenken wij de honderden, nee, vele duizenden andere slachtoffers van hebzucht, spilzucht en winstbejag. Het zijn geen anonieme personen. Het zijn mensen van vlees en bloed. Die lief hebben, dromen koesteren, willen bouwen aan de toekomst voor zichzelf en hun geliefden. Het zijn mensen zoals wij. En de kans is momenteel levensgroot aanwezig dat het ook de jongvolwassenen van straks zijn. Laat dat binnenkomen. En dat binnen laten komen doet pijn. Het verscheurt je hart. Knijpt je keel dicht. Maar laat die pijn ons niet verlammen. Laten we er niet van wegkijken, want het is een deel van ons. Laat die pijn, die rouw, dat verdriet om de wereld ons sterken. Laat die pijn ons de moed der wanhoop doen ontdekken. De moed om op te staan, tegen de verdrukking in. En te doen wat ons hart ons ingeeft. Zoals hier en nu, in liefde en woede.